Voor ons is dit de eerste wedstrijd en de eerste wedstrijd ook nog eens op ons nieuwe plein, ja, met onze vernieuwde accommodatie. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat Patro dat doet en hier die eerste wedstrijd hier komt spelen. Ik vind dat geweldig. Dikke derby, voilà. Ja, pas maar op, hè. Pronostiek? Pronostiek, ja. Patro is nog niet verloren, dacht ik, hè. Ja, wij ook nog niet, natuurlijk. Nee, ik schat, laten we zeggen 1-4. Zet slim. Maar goed, het is vooral een wedstrijd, een teken van verbondenheid met de gemeente en met de ploegen uit de streek. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat ondanks alle coronamaatregelen dat hier een vol huis is. Hè, alle tickets zijn weg. En een club als Borsum in deze tijden helpt hier toch heel hard mee. En dat was toch ook wel het doel. Tempo hoor, laat die bal het werk doen. En zij moeten kapot lopen. We bieden weerstand, zoveel dat we kunnen. En we maken er een leuk potje van. Ja, in de eerste helft, na ik denk 10, 15 minuten hebben we eerst goal gemaakt. En toen zijn we eigenlijk blijven doorvoetballen. En ik weet niet hoeveel het is geworden, 8 of 9. Ja, 8 of 9-0. Dus dat is een ideale uitslag tegen zo'n tegenstander. Ik denk dat we een goed blok hebben gezet. Dat we de bal snel hebben laten gaan, 2-3 tijden. Zo snel mogelijk om Borsum zoveel mogelijk te laten lopen. Want we staan natuurlijk fysiek... toch een stuk sterker, omdat we veel eerder begonnen zijn met de voorbereiding. Ja, ik dacht, ik zal maar schieten, want deze zaterdag had ik dezelfde positie. Eigenlijk. Toen twijfel ik nog en de coach zei van, ja, schieten en je gaat recht de kruising in. Dus je moet gewoon durven. Ja, het is een iets langere voorbereiding dan normaal. Maar goed, dat wisten we op voorhand. Voorlopig eind september moeten we er staan. Midden september de beker. Dus, maar ik denk dat we conditioneel wel goed staan op dit moment.